Hallo, Amerika. Upgrade. Dat is al lang geleden. Ah, dan mag gewoon wat kopen. Starting a new quest, top to join. Staat nu pas een beeld, maar ik heb geen menu zat. It's time. Are you ready to tear the simulation down? Sure thing. Let's do this. Ah, Kinsey's all right. The reception's gone shitty. Look, just spread the word. We're meeting at Kinsey's. Zouden er nou alweer dingen staan dan? Denk je? Vorige keer was zo'n lege bende, ja. Ja, ik zal er nu wel iets doen. Hopen toch? Bom of zo? Hm? Een paar mensen. Ja. Wat zal het hem zijn? Oeh, hier. Bom is wel lekker. Hier zijn nog heel veel dingen niet dinges. Energy clusters. Oeh, body body. Wee. Sorry, ik werd even afgeleid door vier clusters. Ren tegen een berg op, jongen. Je kunt overal tegenop rennen. Ren ook tegen een berg op. Het is volgens mij nog sneller om te rennen dan om te vliegen, haast of niet? Oh, oké. Okay. Start co-op machine. Yes. Yes. Jawohl, jawohl, game. I'm not late to the briefing, am I? We haven't started yet. I'm waiting on Miller. Still feel bad about punching Matt in the face. He'll get over it. Or he'll kill me in my sleep. That's always a possibility, too. Get what we got. Can we just get to murdering already? We got a problem. Now we're talking. Oh, yeah. Oh, my God. King Gaylord. Alright, let's see. We should be able to ambush them. Not so sure about that. Ow. Oh. Stand alles. Survive attack. Ja, ik ken mijn mooie rode energy sword. Wat fuck zijn dat? Watch out! They're using some sort of suppression grenade. They're probably trying to counteract your powers. Powers? No powers. It doesn't matter. They're dead. Kinsey. Oh, je hebt een dikke kop, jongen. Fuck off. Wij met Amerika bezig. Tuurlijk, jongen. Iedereen is bekend door. Hey, we gotta go. There's too many of them. There's a helicopter. Ooh, thanks. Dat is wel minder. We can use it to get everyone to safety. This way. Matt and I will head out on our own. Ah, that's my America, not your thing. We'll catch up. Stay safe. Before we do anything, we need some breathing room. A black hole bomb werkt ook niet echt voor die dingen. Dus ja, Amerika heeft niet zoveel tegen. Waar zijn onze superpowers eigenlijk? Wat zijn er natuurlijk? Nee, die gebruiken special power, man. Oh, dat is zo bijna één tank met Amerika. Twee Amerika's. Op één drukken voor rockets te gebruiken. Ah, oké. Okay. Controller te gebruiken. Damn, die tanks gaan echt niet naar de tering. Wat de fuck doet die tank opeens? Die tank, de dondert de tank uit de lucht. Oh? Dat verklinkt daar ons in game.
Ah, je limited rocket launchers. Oh. Waar? Waar dat geel bolletje zijn. Oh. Kijk, aan, zo'n plek. Nee. Ja, dat kut, je zou beter niet doen. Ah, dat kan niet, charging. Die rocket launcher is weg. Oh. Kijk aan mijn rocket launcher. Oh, Cover Saints. Wat gaan zij doen dan in vrede? Oh my god. Gaylord stapt op zijn motor. Doen die andere tanks niet meer wat ofzo? De Zinner flying in. Mooi voor hen, hè, dat ze vliegen. We need to get to the roof. Pearson en ik will hold him here. Just get everyone else to safety, player. We got this. Whoa, oh, for fuck's sake, game. I'm down for some murder. We can murder later. Right now we need to get. This isn't a ding in. Whatever the plan was, it went out the fucking window. We need to focus on surviving. Aliens kunnen nogal parkeren. Nou, echt waar. Oh, ik mis mijn powers. Normaal hadden we dat ding zo neergetikt. Is hij kapot? Ja. Oh, oh. Niet lief. Ik zit vast. Onder dit ding. Ik ben er nu uit, denk ik. Spam, jongen. Oh, de helikopters. Oh, ik weet niet. Help. Ik zit vast onder meneer dingen. Kun jij Henkie hier killen? Ja, the fuck game? Laat mij hier. Ik ben er eindelijk onderweg, denk ik. Oh, wat de fuck? Ineens zit ik bij jou een ding is. Oh, beter. Fucking imbecile. What the fuck? Ah, Q is rockets. Yo, Pearson Banner getting into that car. Let's cover him. Sounds good. Damn. What's the best way out of here, Kinsey? Okay, hold on, I'm scanning. Scan fast. Yo, these Zen have some high-tech shit. What's their arsenal like? Oh, the Zen have all kinds of cool stuff. I wish I could get inside. Oh my god, Kinsey. Om de neus klaar, kut. Murder box? Huh? Now that's my kind of household appliance. Spaceship overhead. Oh nee, spaceship overhead. Jij vliegt ook nog, of niet? Huh? En ik ben al met de kunst bezig, maar naar beneden. Fuck jou, tank. Entering alien controlled hood. Invigorating. Ja, je moest be mad to see all this 100.000 keer of the kut. Ja, thank you. Dat was omhoog. We need to find a safe place for Pearson Ben to go. Ze staan er ook allemaal vast met het fucking trein. Ja, game, sorry, ik zal lager doen. Ja, dat killt hem in zijn tankjes. Dat moet wat. Staaf. Oeh. Maar gaat toch omhoog, jongen? Ah ja, dat is shift, dat is niet space. Nee, oeh. Ah, ah ja, shift. Ik was verkeerd knopje aan. Ga mijn best doen, die luid en lekker, hè. Ja. Ah, dat is gelukt. Eigenlijk is het nog helemaal niet zo moeilijk, moest, ja. Zoveel damage krijgen ze nog niet eens. Oh, onze heli is wel een beetje raar gekreukeld, vinden jullie niet? Mag al een keer gestreken worden. Damn. Oh. Ah, ja. Ah, dat is de bedoeling. Panda, evacuate. Zo slecht was het nu ook niet. Zo slecht vloog jij nog niet eens. Dat is wel interessant. Everybody okay? We walked away, right? De leven er maar twee.
Alleen wij twee. En nou is iedereen er. Super ethical reality climax. Who named it? Nice. Doesn't matter. The Zin just found us. We gotta get out of here, Kinsey. Kun je op zo'n turret zitten? Ooh, is that a killing floor? Merry Christmas to me. Dat is leuk speelgoed. Ah, dat moet ook. Use turret. Damn you game, daar zat ik net nog op. Uh-oh. Christ, what now? Boss, the game is on. It started by itself. I can't shut it down. Ladies and gentlemen, welcome to a very special episode of Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. Big money, big prizes, I love it. The floor is active and the doors are locked. Nobody gets out. Including us. Until that is, the contestants rack up enough points to fill the Murdometer. Shit, I'm down. Let's do this! Misschien schiet dan ook ofzo? Fucking hell. Dat is nog niet echt moeilijk, moet ik zeggen, vind je wel? Ja, voor die vijf laar dat je killt. Wow. Ja, dat ik zelfs nog aan. Hey, ethical. Look at all the contestants today. Ow. All new targets as well. The Zin Empire have taken it upon themselves to face the challengers. Oh, really? A bold move on their part. You're not kidding. The Zin are the fiercest opponents in the universe, Bobby. Nou, zo op die manier kun je het echt ver. Yes, indeed. Ah, die bossen schieten. Ja, inderdaad. Dan. Ah, for fuck's sake. Zo gauw als wij hebben panden schieten, dan worden wij gehit. Kut ding. Uh-huh. Dat is nou net de plek waar ik altijd tussendoor schoot, game. Beter ga jij dood hier beneden. Met je shield. The Zin are falling before the might of these contestants. They sure are. Look at how they're mowing down the opposition. Goes to show you how much having a team behind you can really come in handy. I wish we had a team behind us. What we have is the love and support of Zinyak. What else could we possibly need? Nothing at all, Bobby. Nothing at all. Will you even try? Just a little bit longer. Damn, zo was net toch al bijna klaar met hacken, of niet dan? Beurdere meter nu. Hmm? Is helemaal niet meer aan het hacken volgens mij? Nee, het is omdat ze zegt just a bit longer. Maar klonk alsof ze nog aan het hacken was. No, what the fuck? Ah, fuck off, Genki. Professor Genki has entered the arena. It's always a special occasion when the professor takes the stage. Let's watch the master at work. That's Genki, waarom is hij alleen maar aan het dansen, mini? Yeah, he looks crazy. Now's our chance. Okay, dan maar. Boss, he's kind of helping us. The man cat must fall. Waar gaat? Ja, still out. Nou, inderdaad. Good shot by the contestant. Genki's sure gonna feel that one. It takes a particularly skilled player to take on Professor Genki. Thank you. Oh, there's a considerable might of the Zin Empire. Een glitchy ragdoll. Die kwam voorbij die pilaren weer terug. De hele tijd heen en weer. Wat dacht de zus erbij? Zo, kijk. Er staat nog steeds kill Genki in beeld. Is that all? Looks like it. Oh my gosh. Is everything okay? Let's get to the prize room. That was fun. Oh my god. Yay. We hebben toch nog een oude Genki, een soort van terug. So where to? You know, oh my god, Genki mobiel. Mooi, ik heb een unlimited rocket launcher. Yeah, I get it. Life beyond the computer is mysterious and beautiful. Now, can you step out of it and tell me what we're supposed to do? Ben's plan was to unlimited rocket launcher. We can still do that, but not if the Zin know our every move. Can you come up with a workaround? Yes, but I need to get back to the ship so I can find a way to cut them off. Once that's done, it's just a matter of finding the weakest point in the simulation. Oh, fear shit. Damn it. Uh-oh. Die auto is er slecht aan toe, jongen. Ja. Kunnen dat goed protecten, hè? Uh-huh. Nu moeten we pas protecten. Bij mij. Wat dat eigenlijk dus is. Is die paasauto? Oh, die is van ons. Stoepman schieten daarop. Oeps. Destroy roadblock, we hoeven niks te doen, ze karren er gewoon doorheen. Hey, player. Pierce and I are pulling out of the simulation. Meet you back on the ship. Ja, ga maar lopen, jongen, we halen neer. I don't know. Hetzelfde met jullie soort.
Uh-oh, I'm warden. Oh nee, zin je ikzelf. This keer. Oh jee, gaat Kenzie dood? Oeh. Niet in de simulation, toch? No! Boss, you need to get back to the ship, now! Aw, begon het net leuk te worden. Ging dingetje net dood? Shandy, what the fuck are you doing? They got Kinsey! Boss, the dinner here. What? We were set up. I got out of the simulation. Pierce and King were out cold. The proximity alarm is screaming, and Asha Miller and the Vice President are gone. They kidnapped Kate David? And left us sleeping so we get picked up by Zinyak. Too bad for them, we're awake. Yeah. Dat is een duidelijk verhaal. What's the plan? Secure the room. I'm checking on Kinsey. What the fuck is Kinsey? We're not going to let you down, Kinsey. You ready? Because we got visitors. Waarom kunnen we Kinsey niet uithalen dan? Eigenlijk? Ja, stevig. Waarom hebben we alleen maar kutguns? Nee, die zijn sowieso niet kut. Oh damn, okay, this is all good. Okay, cool. That's right, I'm better than you. Let's clear out the lower decks. We have to hold the room. Fuck that, I'm not waiting for that. Moet dit een reference zijn naar de Matrix eigenlijk, dat we eruit gehaald worden en chisel. We moeten vechten. Oh, Terminator. Oh, was niet vrienden. What the hell? We're moving. Why are we moving? Let's get to the bridge. The bridge, the bridge, the bridge is on fire. Shit, are we driving into the sun? We need to figure out what the hell is going on. No need. That's I have already analyzed our situation. I Mr. Deus Ex Machina was even on the ship. A Zin transport has attached itself and is dragging us toward what I assume is certain doom. Any bright ideas on how to keep us from... Damn, wat een lelijke zon, jongen. Als je hier voorin staat, helemaal in het ding, zie je het niet meer. Dat is niet meer fel. Fuck. Maar als je achter staat, dan komt die flare shit erbij. Dat is lelijk. Fucking Sucky Sucky Bottle heeft ook nog. Ik was die jongen al helemaal vergeten, moet ik zeggen. Sucky Sucky Bottle. That's right, line up for a whoopee. Ooh, good one. Oh. Get off me! Dikke duik. De laatste toch? Ja joh, gooi mij er mee om ver. The Zin grabbed me and Zin said something about heat signatures. One of them put a device on the wall. I'm not sure what it is. Check out devices. Oh. We got bombs over here. Bombs? Yeah, and they're set to blow. You think the fault of the combos. No, that pick up bombs. This plan writes itself. You got a specific thing you want to blow up, or just shit in general? Kinsey, what's the weakest point in the Zin ship? Yo, boss, Kinsey's... Fuck, I... Look, we'll just find the biggest, glowingest thing on the ship and stick the bombs to that. Yeah, nee, that's a bomb. Zin sure do make a good argument for murdering him. Open air, can't hide forever. When I find him, he's gonna wish he fell on his own sword. Take your time, huh? That sounds like a plan. Ik mis mijn max shoot. Waarom is ons max shoot? Ik vind het niet fijn hier komen zonder max shoot.
Yep, you still got it. Yo, we got some alien gun over here. Ooh. Thank you. That's kind of all that boys, huh? Hell of a welcome back, huh, Johnny? Ooh, unlimited duck. You thinking I wanted to go to Hawaii or something? Honestly, good thing is. Yeah, I don't care how to see me. I'd lose that. Dat is zo raar, de dubstep gun hebben we ook allemaal gespeeld, ja. Maar die heb ik niet meer. Die moet ik weer snel unlocken via de challenges. Fuck man. Fuck. Oh, dat is raar. Fuck off, Termie. Nummer 2, oh daar. Niet opgelet. Big and glowy. Looks perfect. Plant bombs. Here you go. You need to find something that looks important. Heb jij beide al geplaatst? Eens. Ah, oké. Okay. Nee, ben je zei even find something important. Dag al wat voor. Plans bom 1 en 2. Ah, nee, klopt man. Nou, snap ik ook waarom find something important, big and glowy. Moeten wij zoeken. Big and glowy? Ja, gelukkig. Nee. Dat is dat. Yeah, it's important. Jawel, let's blow this up. Dat kan ik wel doen. Maar nee, voor het minste rare shit te krijgen. Misschien dat de host het beter kan doen. We hebben nog. Hey, dual pistols. Counter-Strike style. En een lichte gun gaan rennen. Dat dan ploft wel heel snel trouwens, moet ik zeggen. Ja, ja, waar moeten we heen? Gewoon naar beneden springen hier. Yay! Gaan we nou weer terug bij af? We zijn weer terug bij af. Ah, dat was misschien de weg. Ah, hier wel, hier wel, hier wel. Hier zijn we bij die escape dingen. Yay. Ah, for fuck's sake, dat zit hier. Auw, dat moet toch zeer doen. Auw. Ik zit nog buiten de deur, maar oké. Wat is dat voor onzin? Ik kan niet er doorheen ook. Ik zit aan de andere kant van de deur. Ik schoot zelfs naar een alien dood die daar liep. Oh. What the fuck? Ik roep niet na, voorstel je dat. Geld zat Kinsey op dat schip en was je dan. Nou. Inderdaad. Ah, hier zie je, Reset heeft ons geneukt. Vuile emo, we wisten het wel. But it's important to remember that it's the storyteller who decides who the hero is, not morality. We gaan nou kiezen of hem killen? But while philosophers will spend years debating the ethics of the Kinsey Gambit, the Saints had a less charitable view. Keith David is a dead man. Ah, Keith David was. Dan, was dat niet de president? Die ene dude die we redden die uit de kerk? Was dat die gast? Ja. Yeah. Ik kan het niet weten. Ik ook net. Ik weet alleen dat die game nergens meer op slaat en dan wil ik geen mobiel hebben. Jee. Die game die zoekt het echt heel erg ver. Moet ik zeggen. Och, dat die op niks ging slagen qua story, dat had ik wel gedacht. Ik had verwacht dat er een beetje een normale story in zou zitten, man. Tuurlijk wel met fun shit en rare shit, maar. Toch een beetje normaal. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.